Mooie actie, Joshua Helm. Prachtig, Sam Jones weer vrijgespeeld onder de basket. Dat is de enige man die het... De paas is trouwens van Culemé, die de scorer werk geeft. Sam Jones, 9 punten al. Helm voor Rotterdam. Waller. Het blok van Til en de rebound van Helm. Krijgt een klein duwtje, maar niet gefloten. Rodgers tegen Slachter. Geen score. Bal aan de andere kant. Helm. Het golft nu. Helm. 5 punten van de 17 voor Rotterdam. Den Bosch nog altijd op achterstand. 11 punten. Waarvan er 9 van Sam Jones zijn. En de fout van Helm tegen Leon Rodgers. Joshua Helm. En een time-out voor de Rotterdamse coach Erik Braal. Maar die ziet zijn ploeg wel heel goed beginnen hier in Den Bosch. 11-17 voor. Mooi hoe simpel Erik Braal zo'n time-out houdt. Gewoon in het Nederlands een paar steekwoorden. Met nog een keer een van de scorers van Sam Jones. De man voor Den Bosch in het eerste bedrijf. Hier de paas van Rodgers en de driepunter van Sam Jones. Culemé, die ook Sam Jones bedient. En zo is Sam Jones de belangrijkste man aan de kant van Eifel Den Bosch. Sam Jones nu verdedigd door Vincent Krieger met nummer 6 van Rotterdam onder de basket. En voor Rotterdam is het te hopen dat Krieger het een tijdje volhoudt. Geblesseerd geraakt aan de enkel in de kwartfinale tegen Zwolle. Sam Jones mist de driepunter en dan is de rebound voor Eric Nelson. Dit is Ray Weathers. Will is flink aan het wisselen geweest in de time-out. Weathers in de ploeg, Nelson in de ploeg. Culemé met zijn eerste driepunter. Het is een fenomeen hoor, Gert Culemé, de schutter uit Estland. Misverstand bij Rotterdam, Krieger, ja. Wissel bij Rotterdam basketbal. Waller even naar de kant, Ties Teeuwkes in de ploeg. Braal met Waller. Den Bosch 3 punten achter. 2 minuten nog in het eerste kwart. Culemé met zijn volgende driepunter. Ja. Wat doe je voor je beroep? Nou, ik schiet driepunters. Gert Culemé. Vroeger gelijk. Na de 2 driepunters van Culemé is het gelijk 17-17. Arvin Slachter. En Terrence Herbert komt Joachim Gomez af lossen. Nu met Anthony Dill. Hier is Dill aan de bal. Ties Teeuwkes. En dit is Vincent Krieger en de fout van Ray Weathers. De nummer 13 van Den Bosch met de P. Eerste persoonlijke fout, Ray Weathers.
Maar het is voor Rotterdam dus te hopen dat Vincent Krieger misschien het aanknopingspunt is om een goede wedstrijd af te leveren tegen dit favoriete Den Bosch. Krieger op zijn eerste punt. Sander van der Holst, ook nieuw in de ploeg. Eric Nelson. Kulemee, weer voor drie. En weer raak. Drie punten op rij nu voor Gert Kulemee. En een voorsprong voor Den Bosch. 2018. Het antwoord van Rotterdam, Vincent Krieger en zijn ploeggenoten. Ook voor drie. Ook raak. Prima antwoord van Vincent Krieger. Ploegen naast elkaar. 2020. Laatste minuut. Eerste kwart onder schepping. Vincent Krieger. De bliksempaas en mooi afgemaakt door Ties Teukens. Krieger, prachtig. Dat verraadt klas en zo'n paas. En Teukens die het afmaakt. Laatste aanval is voor Den Bosch. Kulemee met die grote passen in de richting van Terrence Herbert. Maar die wordt afgestopt. Teukens aan de andere kant. En Arvin Slachter die gestopt wordt door Sander van der Holst. Twaalf seconden nog. Eerste kwart. Arvin Slachter. Pakt zijn eigen rebound. Vervolgens een slecht schot. Acht en een halve seconde nog. Ray Weathers voor Den Bosch. Slecht schot van der Holst. En geen score meer voor Rotterdam. Dat het eerste kwart wel afsluit met een voorsprong. 20-23 voor Rotterdam. Randy Wheel in de break. Hey, we got Sam. Here for Sander. Hey, love, we're gonna continue to play the same way. A little bit at a time. Move the ball, run places. And Sander, you need to box out the shooter. On a free throw, get the shooter. Okay? Hey, Sam, continue to get the ball inside. Kick back, post, all those things. But get back on defense. Okay? If we run a play, it's not there. Everybody move, not just one first. All right? Oké, okay, let's go. Bye. Let's work on that drill. Hit the post, back door. Hey Sam, the white gate. Hit the post and we roll. All right, here we go. Winners helpt zijn coach Deal met de coaching. Het is zaterdag 6 mei. Basketbal met de tuindeuren open misschien. Maar wel de moeite om ernaar te kijken. Den Bosch misschien op weg naar de finale. Kulemee met zijn driepunters. Was weer op dreef in het eerste kwart. Drie stuks achter elkaar. Rotterdam nam via 2-9 en 11-17 een voorsprong. Maar het is Kulemee en de inbreng van Sam Jones die Den Bosch terug in de wedstrijd brengen. Het begin van het tweede kwart. Rotterdam op voorsprong.